We hebben dat vanmorgen gehoord van gedeputeerde staten die ons dat heeft medegedeeld. En ook vanavond de raad van Barneveld daarover komt informeren. Ja, we hebben daar een open en constructieve houding in. En dat komt vooral uit goed nabuurschap. Dus als er een bestuurlijke toekomst voor Scherpenzeel is die beter zou zijn met Barneveld, dan staan wij ervoor open om dat samen met elkaar te onderzoeken en te kijken onder welke voorwaarden dat het best zou kunnen. Ik zie dat meer als, we gaan nu samen in contact, we spreken met elkaar onder regie van de provincie om te kijken of we Scherpenzeel en Barneveld samen sterker zouden kunnen worden dan elk afzonderlijk. Er zijn een heleboel dorpen die bij Barneveld horen, die allemaal hun eigen identiteit hebben. En Garderen is niet Zwarte Broek en De Glind is weer heel anders als Kootwijkerbroek. Allemaal hebben die hun eigen hele sterke identiteit. En dat geldt voor Scherpenzeel natuurlijk ook.